Vroeger was dit de boerderij van mijn ouders. En zo rond 2000, toen hadden mijn ouders zorg nodig. Ik ben toen hier naartoe gekomen. Onder andere om voor ze te zorgen. Maar tegelijkertijd ook om mijn hobby uit te kunnen oefenen. En dat had dus heel veel met kunst te maken. Uiteindelijk heb ik mijn huis in Amsterdam verkocht in 2001. En van de opbrengst daarvan heb ik dit hele park hier aangelegd. De achtergrond van het park is dat ik zelf de kunstenaars selecteer en ook het werk wat ze hebben. En daarbij kijk ik naar de grote mate van diversiteit. De beelden die hier staan, die zijn eigenlijk bedoeld voor de openbare ruimte. Als je dan zo'n park hebt zoals hier, dan kun je dat als het ware ook heel goed vergelijken met waar ze dan misschien in de toekomst komen te staan. De kunstenaars die hier ook staan, zijn het vrijwel allemaal gerenommeerde namen. Daarnaast selecteer ik dan een groepje jongere mensen door een afstudeerproject op de kunstacademies te gaan bezoeken. En om die jonge mensen ook een kans te geven bij de grote namen te staan. De afgelopen periode zijn er wat belangrijke afnemers geweest. Onder andere ook het ministerie van Buitenlandse Zaken. Inmiddels al bij 5 ambassades dat daar grote kunstwerken staan die hier aangekocht zijn. Maar ook de bedrijfsverenigingen en natuurlijk de particuliere verzamelaars. Maar dan gaat het meestal over de wat kleinere werken. Als je kijkt naar hoe of je zo'n park dan eigenlijk kunt runnen, met een enorm onderhoud en dergelijke allemaal, dan ben ik begonnen met te denken van, nou, het moet geen voetbalveld worden, dus ik vraag een entree voor de bezoekers. En ik ben tegelijkertijd ook galeriehouder, dus ik krijg dan bij de verkoop een bepaalde provisie. En die ruimte die ik daar heb, die wordt steeds vaker gebruikt door groepen, directies van ondernemingen die hier een hele dag komen. Ook om inspiratie op te doen, terwijl ze rondwandelen door het park en elkaar op die manier ook op een andere manier ook leren kennen. Ik heb geen subsidie gehad, ook niet bij de aanleg. Dus ik leg er zelf geld bij en ik probeer het zover te krijgen dat dit park zichzelf kan bedruipen. En zo langzaam maar zeker kruipen we daar naartoe. Nou, ik zou ondernemers mee willen geven dat een kunstenaar en een ondernemer die hebben behoorlijk veel overeenkomsten. En je moet innovatief zijn, ook proberen weer tot nieuwe ideeën te komen. En een van die ideeën is dus nu dat we hier van die Overijsselse Weg, die dwars door de provincie loopt, dat we daar een fantastische route van maken. In de combinatie van natuur en cultuur.